dit jaar mooiste moment van het jaar. Heel wel, één ding is apart, kan ik jullie vertellen. Is dat precies net ons programma klaar was. Want twee maanden later kwam een nieuw. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. Het is 5:30 geweest. En ik ga nu lekker een bakje koffie zetten. En kan je eten geven? Want die wil ook vast wel brokjes. Vermoed ik gewoon. Die zit al helemaal achter me aan te lopen. En doe ik eerst even lekker rolgordijn omhoog. Dus. Want ze zijn denk ik enorm donker. Ja, wat ik al dacht. Dus ik ga nu even lekker koffie zetten. En dan in ieder geval nu Gaia even eten geven. Koffie gaat nu lopen. En dan ga ik ook even Gaia doen. Hé Gaia. Heerlijke radiaan. Heerlijk bakje koffie zetten. En ja. Het was heerlijk om thuis te komen. Lekker met een bakje koffie. En dan ga ik nog een paar dingetjes doen thuis. Dus dit opruimen moet ook wel gebeuren. En lekker wat er is. En lekker kerstboompje aan. Lichtjes daar aan. Hoe mooi wil je het hebben. Lekker is het. De lekkerste is vooral. Ik heb alleen die twee lichtjes aan. En dan is het al licht genoeg, vind ik zelf. In mijn huis. En dan wat ik ook zo meteen ga doen. Ik ga vast klaarmaken. Lekker tossietje maken. Want ik ga gisteren eigenlijk ook al. Eigenlijk dat doen. Maar ik was het vergeten. Want ik had de druk. Druk voor mezelf. Dus dan ga ik ook even die snoer pakken. Zo, hoppakee, lekker tossetje maken. Kan ik vast aanzetten en dan ga ik dat lekker maken dadelijk. We hebben brood vast klaar. Ik denk dat deze brood een beetje. Nee, laat het ook even liggen. Dus ja, dan ga ik even koffie zetten en lekker tossetje dadelijk. Alles goed is mijn tosti klaar. Ik ben nog steeds bezig, want ik ben aan het verkorten. Maar als het goed is nou lekker met de tosti klaar. Oh, die is een beetje bruin geworden. Maar ja, het is hier lekker knapperig. In ieder geval. Dus dat is ook wel lekker. Hij is niet verbrand. Dat scheelt namelijk. Zo, ik ben aan het snijden. Maar je wil hem alleen niet door de midden. Zo, oh mijn god, jongens. Hallo! Oh, hij is door midden. Het is helemaal moeilijk te doen om door midden te krijgen. En ik zit te denken of ik hier nou nog eentje neem of niet. Maar ja, dat komt zo meteen al. Ik neem wel even curry. En doe ik in een bakje. En dat is wel lekker namelijk. Curry met tosti. Zo ongelooflijk lekker. Lekker namelijk. Dan ga ik daar wel lekker van genieten. Zo. Alleen even curry pakken. Zat hier zo. Hoppakee. Even in een bakje. Zo. En dan ga ik lekker van smullen. Dus laten we dat gelijk doen. Lekker van deze tosti genieten. En dan ga ik een beetje nog edit erbij. Met de eten erbij. Dus laten we dat even lekker doen. Heerlijke smaak. First time we will this night of this Christmas time we will this. Oh, dat is lekker lumer. Dan kan je nog los gaan toch? Ik zit alleen even te wachten op mijn belletje. Want ik moet een paar dingen doen. Achter de schermen. Namelijk. Maar ik ga binnenkort wel laten weten hoe en wat. En ik kan je ook even zeggen, ik had gemeld natuurlijk dat ik op reageren voor Special Media Award 2020. Nou, dan kunnen jullie even op wachten, want er komt een aparte video ervan. En wanneer, durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk dit jaar in ieder geval wel. Ik hoop het, ik ga ervoor zorgen dat dit jaar nog online komt. Dat is wel het mooiste natuurlijk. Het zou heel raar zijn als ik op in 2021 online gooi. Wat gaat de tijd hard? We zitten nu bijna de helft van december. Dus we zitten op 11
10 december. 11 is morgen voor mij. En voor jullie is het natuurlijk de 12 december. Ja, wat gaat die maanden hard, jongens. Bijna volgende week zit op de helft alweer, trouwens. Ja, dat zeg ik zo goed. Volgende week zitten we op de helft. Dus over 3 dagen zitten we op de helft van de maand. Wauw. Dan zitten we op de 14 december. Dat is over 2 dagen eigenlijk al. Hoe gaat het hard, die dagen? Daar langer zelfs. We zitten eigenlijk al. Het is vandaag voor jullie de 14e. Ik zit helemaal verkeerd te rekenen, te denken. Maar het is nou vandaag voor 14, we zitten op de helft van de maand, wat ik al zei, inderdaad. En ja, wow, ik kan echt niet beseffen dat het zo hard gaat. Een maand geleden, naar Kensington. Shout-out naar Kensington in ieder geval. En dat was ook de 5 december was het tot toen. En wat gaat de maanden hard gewoon. Een jaar geleden met het programma net even anders meegedaan. Dit jaar, mooiste moment van het jaar. Heel wel, één ding is apart, kan ik jullie vertellen. Is dat... precies... net ons programma klaar was. Want twee maanden later... kwam het nieuws natuurlijk voorbij dat corona uitbrak. Dat is alweer bijna weer een jaar geleden. Dat corona uitbrak. De eerste golf, om het zo te zeggen. Ja, en ik zat te denken zo, wat is het eigenlijk apart? TV-programma geweest en... Dat heette natuurlijk net even anders. Even shout-out naar de productie van net even anders. Dan Fleur, Pamela, Nookie, Maarten Jent. Ik wil sowieso even een dikke shout-out geven hoe... Ik vind het zo mooi hoe hun met ons omging. Ik vind het gewoon geweldig. Naar alle productie die erachter zaten. Echt dikke shout-out naar ze. En ik kan het blijven zeggen. Maar ik ben gewoon dankbaar hoe ze ons op hebben gepakt. Zoals mij, Vincent, Sanne, Mitchell, Shanice, Veerle, noem maar op. En ik ben toch type natuurlijk die open en eerlijk is. Ik weet niet of ze mijn vlog kijken, maar ik vind het gewoon... ik wil gewoon eerlijk tegen jullie zijn hoe het allemaal zit, hoe al wat. Misschien zijn mensen geïnteresseerd naar hoe zit het nou tussen jullie allemaal. Hebben jullie nog contact? Ja, nee. Ik zeg gewoon eerlijk. En natuurlijk weten jullie al 100% dat ik contact ermee heb. Dat is Sanne natuurlijk. Ook logisch. En Vincent kan ik je bij zeggen. Wat de reden van is, durf ik niet te vertellen. En al zou het reden bij te komen, vind ik dat gewoon privédelijk. Het is zo'n onder de groep zijnde. Maar misschien te maken heeft met de coronasituatie dat contact verwaterd is. Of dat 100% de reden is, durf ik niet te zeggen. Maar ik wil gewoon eerlijk tegen jullie zijn. Wat ermee te maken heeft, dat ligt niet aan mij. Misschien hebben ze druk of wat dan ook. Maar ja, dat maakt niet interessant. Maar ik probeer het wel weer van te maken. Zowel als zo weer is, laat ik jullie weten en dan gaan jullie binnenkort wel zien natuurlijk. Dat gesproken te hebben, ga ik lekker zo klaarmaken om eigenlijk naar de grond te gaan. Maar Sander, het is donderdag voor jou. Klopt, het is vandaag voor mij donderdag. En ik eet dan niet meestal met de groep. Maar de reden gaan jullie binnenkort wel horen hoe wat, waarom ik naar die groep ga. Ik ga een paar dingen doen, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, eigenlijk daar zit de groep voor mij. Die kant. Dan gaan jullie binnenkort wel horen en hoe en wat. Misschien dat jullie al misschien voorbij hebben misschien komen bij zien gaan komen. Ja, dat is het enige wat ik wil zeggen. En lekker nu naar kerstmuziek luisteren.
Ik ben zo'n type echt die alleen maar kan babbelen. Ja, sorry, dat ben ik. Wat ik eigenlijk meestal wil, als ik uit mijn werk ben, is eigenlijk altijd werkschoenen. Ik heb werkschoenen en gewoon normale schoenen voor weekend, om zo te zeggen. Tenminste, schoenen dat ik vrij ben of zo, noem maar wat. Dan heb ik eigenlijk altijd andere schoenen aan. En deze is eigenlijk mijn werkschoen namelijk. En ik hoorde ook heel veel last en mensen ook ook zelf op mij doen. Dan denk ik van, ik ben hier dus niet de enigste die dus werkschoenen hebben en schoenen die gewoon voor als ze vrij zijn hebben. Ja, misschien dat ik mee te maken heb, omdat ik, ja, ik buk natuurlijk heel veel. Ik moet op te murken, om zo te zeggen. Om dingen onderkant te vullen. En daardoor dat de schoenen snel verslijten. Wat ik ook ga doen is denk ik zo meteen even lekker even kastje opruimen. Ik ga de keer echt mijn kast even in orde zetten. Het ziet al netjes uit, maar ongeordend, maar een beetje slordig. Netjes gezegd. Dus ga ik zo meteen vanavond, denk ik, nadat ik goed ben geweest, even tot opruimen. Het is nou 11 uur al geweest en ik ben nog dingen gaan doen achter de computer. Wat ik heel veel dingen heb gedaan en ik heb met de groen meegereden. Donderdag met de groen mee eten, ja. Ik dacht, ik hoorde dat taco's ging eten en ik vind dat ongelooflijk lekker. Dus heb ik dat even meegegeten met de groep. En even Feyenoord gekeken, helaas uit de Champions Europa League. Ik snap er ongelooflijk niks van. Ja. Wat ik nu ga doen is lekker mijn bedje opzoeken en lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. De dag staat nog steeds aan. En de computer is nog steeds bezig met dingen ordenen, om zo te zeggen. En ik ben natuurlijk even lekker naar de supermarkt geweest. En deze is ongelooflijk zo lekker. Sinaasappel uit de supermarkt. Deze kan ook op...